Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren en voordat we van start gaan wil ik je eerst even vragen, druk op die abonneerknop. Ik wacht al even, want in deze video gaan we kijken naar de drie belangrijkste RF-lenzen. De 1535, de 2470 en de 70-200. Allemaal 2.8 en allemaal gestabiliseerd. En persoonlijk heb ik heel veel zin juist om deze video te maken, namelijk omdat dit mijn eigen kit is. Een 5D4 met een 1635, dit is de F4 versie met stabilisatie. Een 2470 2.8 en de 70-200 2.8, dit is de Mark II. En je ziet het eigenlijk al, op een full frame body kan je juist van 16 mm helemaal doortrekken tot 200 mm. Het probleem zat hem alleen altijd bij Canon in de EF versies, dat je een keuze moest maken tussen of gestabiliseerd en dus F4. In mijn geval. En niet gestabiliseerd 2.8. Maar nu kan je dus met die RF-versie alle lenzen op 2.8 en met stabilisatie gebruiken. Gewichtsbesparing is een van de redenen waarom je voor mirrorless kan kiezen. Bij deze RF-lenzen is dat alleen niet helemaal het geval. De RF 1535 weegt 861 gram, terwijl de EF 1635 F4 juist 645 gram weegt. Een 2.8 lens is natuurlijk zwaarder, maar ook de EF 2.8 Mark III is met 790 gram lichter dan de RF variant. Ook de 2470 is met zijn 930 gram zwaarder dan zijn EF broertje die op 840 gram blijft hangen. De RF 70-200 is de enige lens van deze drie die lichter is vergeleken met de EF versie, 410 gram om precies te zijn. Oké, toegegeven, de drie RF-lenzen wegen samen net iets meer dan 3 kilo en dat is lichter dan mijn drie EF-lenzen samen. Maar met een verschil van 104 gram ga je dat nou niet echt merken. Wat je juist wel gaat merken is de prijs, want op het moment van opnemen van deze video kosten de drie RF-lenzen samen 7.587 euro. Terwijl je mijn drie EF-lenzen voor 4.647 euro kan kopen. Laten we gelijk nog maar even wat heilige huisjes omver schoppen, want ja, die drie lenzen passen natuurlijk prima op de EOS R of ook op de EOS RP. Maar ik denk niet dat we vandaag het maximale uit die lenzen gaan halen, simpelweg vanwege de anti-alias filter die in die EOS R zit. Nou is natuurlijk de EOS R5 onderweg, dat is de opvolger van de EOS R, die schiet 8K video, 4K, verschillende frame rates, voor de rest is er nog niet heel veel over bevestigd. En die komt ergens in juni of juli, mocht het allemaal goed gaan, ondanks dat fijne coronavirus natuurlijk, die inmiddels al 5 Canon-fabrieken heeft platgelegd. Maar die heeft een veel nieuwere sensor, veel meer megapixels, dus die kan veel beter gebruik maken van dat nieuwe glas. Dus ik vraag me af in hoeverre je er nu iets van gaat merken. Ik bedoel, wat ik er nu mee heb geprobeerd, werkt allemaal prima. Maar ik denk dat die lenzen helemaal tot hun recht komen met een nog veel betere, sterkere R5. En de 1535 is ook de eerste lichtsterke groothoekzoom van Canon. En dan hoor ik je denken, ja, maar we hadden toch al de EF 1755. Dat klopt, maar dat is een EFS-lens. Cameraman Noël gebruikt hem nu op de C200. En die is dus echt bedoeld voor crop-sensoren. Dit is dus echt bedoeld voor full-frame. En omdat hij dus 2.8 en gestabiliseerd is, maakt het voor mij in ieder geval weer heel erg handig op het moment dat ik bijvoorbeeld een donker interieur aan het fotograferen ben. Alle drie de RF-lenzen schuiven in en uit tijdens het zoomen. En dat maakt het wat lastig op het moment dat je de camera bijvoorbeeld op een gimbal gebruikt. Bij de EF was dat alleen het geval bij de 2470. Wel zijn alle drie de lenzen voorzien van een schroefdraad waardoor je de filters op kan draaien. En die filters kan je ook nog eens een keer aanpassen door middel van het schuifklepje wat hier in een nieuwe zonnekap zit. Heel makkelijk, kan je vinger er doorheen steken en juist die filter weer aanpassen. Werkt voornamelijk wel met de polarisatiefilters, want de ND-filters zullen vaak wat groter zijn waardoor die zonnekap niet meer blijft zitten. Maar goed, de statiefring is volledig verwijderbaar en de lens is natuurlijk vele malen compacter en dat merk je vooral dan weer op het moment dat je hem in de tas doet. Het ook natuurlijk anders is dat alle drie de RF-lenzen hebben een programmeerbare RF-ring. Hier zit hij bij de 70-200 helemaal aan de achterkant. Bij de andere lens zit hij juist weer aan de voorkant. En de focusring zit nu dus ja, hier zo in het midden. En die is vele malen dunner dan wat je weer gewend was van die EF-variant.
Het is op zich niks nieuws, maar het blijft zo bijzonder om te zien. Eye autofocus op de EOS R en in dit geval met de RF 70-200. Volledig ingezoomd op 200 mm met diafragma 2.8. En dit is een iPhone foto om je een even idee te geven hoe ver die camera van mij afstond. Oké, op het loopje heeft Holland's Next Topmodel misschien nog wel een aanmerking. Maar het blijft zo indrukwekkend tot om te zien hoe goed die lens en die camera samen weten te werken. En continu dat oog weten te vinden. Wat ook bijzonder om te vermelden is dat de RF-lenzen veel minder last hebben van focus breathing. Zeker vergeleken met de EF-versies. En nog even terug te komen op die EOS R5. Dat zal ook de eerste Canon-camera zijn waarbij er dan eindelijk een vijfassige interne beeldstabilisatie zit. En in combinatie dan met een gestabiliseerde RF-lens zou je vermoedelijk tot de 7-8 stops beeldstabilisatie kunnen halen. En daardoor kan je natuurlijk op het moment dat je uit de hand gaat fotograferen of filmen in één keer veel stabieler natuurlijk te werk gaan. Ja, dat zit dus niet op die EOS R. Daar zit alleen een soort van elektronische variant waardoor je ook nog eens een keer inkropt op die sensor. Dus maak je ook niet echt gebruik van een full-frame sensor. Maar goed, hè, we doen het er even mee. We gaan nu eens even kijken op het moment dat we gaan filmen met die EOS R en die gestabiliseerde lens, hoe goed die combinatie alsnog wordt om ze wel even een keertje aan en uit te zetten. Dat was dan weer voor deze video. Ik hoop dat je dat aan hebt gehad. Laat het vooral even weten in de reacties. Ik vond het heel erg bijzonder, die 3 RF-lenzen. Ik zou ze ook heel erg graag willen, maar ze zijn nu nog een beetje aan de dure kant. Misschien als zometeen eindelijk die EOS R5 er is, dat ik dan volledig overga naar mirrorless. Maar voor nu blijf ik nog heel even bij die EF, ondanks dat deze toch echt wel heel erg indrukwekkend zijn. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Dikke BMW!